Beetje banjeren door de drukte. Wolkmannetje op mijn hoofd. Winkels met dure spullen kijken. Is gaaf, hè? En als ik nou trek krijg, dan verwen ik mezelf met iets vreselijk lekkers. Zo zoet dat je tanden ervan kapot springen. Heerlijk. Maar soms wil ik ook wel even rust en ruimte. Nou heb je in de meeste grote steden wel ruimte. Langs de grote verkeerswegen. Maar rust, waar heb je die nou nog? Je zou eigenlijk terug in de tijd moeten kunnen. Een tijd zonder auto's, zonder milkshakes. Voor mijn part zonder Walkman. Een leuk plekje hier, zeg. Kijk nou eens. Wat een gekke boom. Volgens mij... Jongens, is dit niet een beetje overdreven? Het lijkt wel of ik in het stenen tijdperk ben beland. En dat notabene midden in Eindhoven, de meest technische stad van Nederland. Nou wil ik het weten ook hoor, wat dit te betekenen heeft. Eens even kijken of er hier iemand thuis is. Weet je wat ze zegt? Dit is een prehistorisch dorp, nagebouwd van opgravingen. Zo moet het 500 jaar voor Christus ongeveer geweest zijn. En de bewoners die wonen hier een paar dagen per week voor de lol. Zelfs hun kleren weven ze met technieken uit de oudheid. Hetzelfde wat hier waar ik mijn trui op. Ja, dus zo maak je een patroontje. Dit dorp is ook een museum met rondleidingen en zo. Je kunt er zelfs een paar nachtjes blijven als je wilt voelen hoe het is om prehistorisch te leven. Nou, daar heb ik wel zin in. Weet je wat? Ik vraag het. Jongens, wat krijgen we nou? Misschien een beetje onbeleden. Nou, eerst maar eens wat drinken. Zouden ze cola hebben? Nee. Koffie dan misschien? Ook al niet. En wat hadden ze dan eigenlijk wel in de prehistorie? Brandnetelthee. Ik dacht dat dat modern was. Nou, vooruit dan maar. Hé, hey, wacht even. Dit is geen theepot. Ik krijg het gevoel dat ik erin geluisterd ben. Wil je een kopje thee, moet je eerst hout gaan sprokkelen. Brandhout. Eigenlijk ook logisch, want hoe krijg je anders theewater warm zonder gasfornuis? Dan hadden ze dat bos nou niet op een handiger plek kunnen planten. Mooie boot trouwens, vind je niet? Het is een echt uitgeholde boomstam. Zo, nu een aansteker. Ah nee, laat ook maar. Lucifers dan? Kijk eens even. Waar rook is, is vuur, zeggen ze toch? Ah. Kun jij niet even... Ja, ik zal eens mee. Het is een vuurboog. Het touw wikkel je om het stokje en dan kun je die stok heel hard laten draaien. Door de wrijving wordt het hout warm en als je het goed doet, maak je zo gloeiend houtskool. Dat wollige spul is lisdodde, pluis uit een rietsigaar. En dat moet dan in de fik vliegen. Prehistorisch leven is ook een vak hoor, volgens mij. In de grotten van Les Isis in de Dordogne, of bij het Spaanse Altimira, vinden we schitterende wandschilderingen van onze prehistorische voorouders. Wat heeft hen bewogen? Welke magische rituelen spelen hier een rol? Geven zij uiting aan hun verbondenheid met de natuur, hun eerbied en ontzag voor het leven? Menen zij al dus een magische greep te krijgen op een jachtbuit door gejaagde dieren zo treffend uit te beelden op de rotswand? Een gebaar van verzoening wellicht ten opzichte van de jachtbuit. Hoe graag zouden wij niet het antwoord krijgen op deze klemmende vragen? Hoe kwamen deze schilderingen tot
tot stand. Zijn jullie nou alweer bezig? Bantam, Sinoek! Ik had jullie nog zo gezegd op te houden met dat geknoei. Straks komt de visite. Ik ben de hele dag bezig om de boel een beetje aan kant te maken. Maken jullie er weer een doorroep van? Waarom gaan jullie niet gewoon buiten spelen? Ik had jullie nog zo gewaarschuwd, hè? Als jullie vader thuis komt, dan zwaait er wat. Schiet op, naar buiten. Ga een bier vangen, als je niks beters te doen hebt. Oh, wat een rotzooi. Mijn hele keurige gangetje helemaal bedorven. Dat krijg ik er toch met geen mogelijkheid meer. Ah. Deze schitterende rotsschilderingen, die het raadsel van hun ontstaan nooit helemaal voor ons zullen ontsluiten. Dat gaat er wel in, naar dat zoeken. Ik heb er trouwens ook honger van gekregen. Ik zou eigenlijk wel iets te eten lusten. Heb je niet iets te eten? Ja, kom maar mee, hoor. Dat gaat mij iets te makkelijk. Kijk, ook nagemaakt van oudheidkundige vondsten. Een prehistorische molensteen. Gewoon als maar heen en weer. Ja. In elk geval hoef je hier niet handig voor te zijn. Maar makkelijk is het dus niet. En dit is nog lang geen brood natuurlijk. Ja. Ik heb hier nog een beetje meel. Zo. Is dat genoeg? Eén ding heb ik nou wel door. In de prehistorie hadden ze geen tijd voor flauwekul. Ze waren constant bezig met het eten. En dan moet ik zo gewoon maar een beetje... Ja, heel achter kneden. Toch heeft het beslist iets gezelligs. Of ze dat vroeger nou ook vonden, is natuurlijk een andere zaak. Nou, de oven is heet gestookt, als het goed is. Een oven van leem, klei zeg maar, warm gemaakt door er gewoon een vuurtje in te stoken. Dan veeg je de as eruit en dan blijft die heel lang gloeiend heet. Zo, dat is dat. Nou is het een kwestie van wachten. Als je het mij vraagt, is die prima gelukt. En als ik dat brood op heb, dan zullen ze me alweer aan het werk zetten. Deze boterham, dames en heren, heb ik mooi zelf gemaakt. Brood kopen is voor 20e eeuwse slapjanissen. Hé, hoor je dat ook, die muziek? Zou dat hier vandaan komen? Zo, als het ergens gezellig is, dan is het hier wel. Lekker warm vuurtje, alleen geen schoorsteen zo te zien. Laat staan een afzuigkap. Kijken wat de pot schaft. Mijn kop eraf als dat geen schaapsbout is. Met lekker veel vet. Dat wordt smullen. Wat hebben we nog meer? Geen aardappels natuurlijk. Die zijn pas in de 16e eeuw vanuit Amerika naar Europa gekomen. Dit is gekookt graan. Even proeven. Oh, dat is helemaal niet gek. En dan moet dit de afdeling groente zijn. Nou, de broccoli en de ijsbergsla kun je wel vergeten. In de prehistorie eten we wortelen, en verder uien, paddenstoelen en weer brandnetels. Maar nu als groente. Onbespoten, mevrouwtje. De muziekinstrumenten die ze hier gebruiken zijn ook weer op z'n prehistorisch gemaakt. Dat wil zeggen naar opgegraven voorbeelden. De fluiten zijn van koeienhoorns. En de trommels van uitgeholde stammen met beestenvellen eroverheen. Niemand weet natuurlijk hoe die muziek geklonken heeft, maar wat maakt het uit? Eén ding is zeker, de televisie hebben ze helemaal nooit gemist. Zelfs het klokhuis niet.
Ja, slapen op een koeienhuid en onder een schapenvacht. Het lijkt zielig voor die beesten, maar dat vee wordt toch wel geslacht. Ook tegenwoordig trouwens. En dan kun je die vellen maar beter gebruiken dan weggooien. Lekker warm hoor. Volgens mij mis ik hier iets. Ah, ik weet het al. Geen wekkers in de prehistorie. Zaterdag 13 juni is voor Wim Waaman een heel bijzondere dag. Want dan begint voor hem het jaarlijkse prehistorische weekend. Het is ontzettend geinig zo'n weekend, hè. Even back to the roots, even een weekendje. Lekker primitief. Even een weekendje lekker primitief. Dat is weer zo'n typische Wim Waaman uitdrukking. En daar hoort natuurlijk ook passende kleding bij. Tada! Dit is, lieve mensen, een bontjasje van de vrouw. Kan ze tegenwoordig met goed fatsoen niet meer dragen, al die actiegroepen, begrijp je wel? Dus perfect geschikt voor deze boy. Dus gaat Wim Waaman op pad. In zijn eigen huis, in zijn eigen berenvel. Het is meteen aanpakken geblazen. Ja, wat dacht je? Wat zeg? Wat zullen we nou krijgen? We zijn hier in de prehistorie. Daar kunnen we niet een beetje rondlummelen. Dit is een werkweekend. Het allereerste begint Wim Waaman aan de noodzakelijke uitvinding. Nou moeten jullie eens even luisteren, mensen. Ik heb vanochtend het vuur uitgevonden. Dat ging me goed af. Ik ben nou bezig aan de uitvinding van het wiel. Maar wat de vorm betreft, ik ben er nog niet helemaal uit. Nee. Maar Wim verder gaat, is het eerst tijd om de inwendige mens te versterken. Is een oergevoel, hè? Dat gaat er niet uit. Net als het jachtinstinct, ook zo'n oergevoel. Raak je die maar kwijt, moet eruit, helpt geen lieve moeder aan. Daar helpt geen lieve moeder aan. Weer zo'n typische prehistorische zegswijze van Wim Waaman. Rakker, ga eens een beetje achteruit. Laat me er eens even bij, laat me er eens even bij. Maar nu wordt het wel echt spannend, want Wim is nu serieus iets op het spoor. Een moment van uiterste concentratie. Wim is nu volledig oermens. En dat is... Raak! Willem Tell. Hey, sorry jongens. Even kijken. Studiosport is begonnen. Ja, moet je horen. Dat slaan we natuurlijk niet over, hè. Not now. Not ever. Helemaal. Never. TV kijken. Een hobby zo oud als de wereld. En hier gaat hij weer opbouwen. Met zijn team. Ik reis in de straaljager, want ik ben straaljagerpiloot.